Oh, hoi. Ja, sorry, geen mediamonster dit keer. Want ja, Cyril is op vakantie. Het is lekker rustig hier. Ik hoef verder niks te doen. Ik heb een lekker schuiltje kroepoek gevonden. En dat is het enige wat ik vanavond ga doen. Dus ja, bedankt voor het kijken. Oh, wacht. Ik zie dat ik een voicemail heb. Momentje. Hoi Ben, met Cyril hier. Oh, hoi. Zoals je weet ben ik op vakantie, dus ik kan er niet bij zijn met de komende Mediamonsters. Ja, Oké. aan jou de vraag: zou jij die anders even alleen kunnen doen? Dat zal toch wel lukken, hoop ik. Dan komt die tenminste wel af. Nou, daar ben ik klaar En als mee. ik toch bezig ben, als je toch luistert, zou je anders ook even een game review willen doen of een film review? Dan Wat komen er een... tenminste wat updates en dan hoeft Sander ook niet alles alleen te doen. Ook Dan nog? vliegt eigenlijk de site toch weer een beetje op de eerste versnelling. En ja, dat schiet ook niet op. En jij zit toch maar een beetje te lamzakken, dus Hey. ja, ik denk misschien kun je net zo goed even meedoen. Nou ja, zeg. Nou, mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het wel. En dan, ja, dan kun je altijd even bellen, hè. Dus ja, ik zou zeggen tot over een paar weken en we spreken nog, hè. Ja, Bedankt. het is goed hoor. Hoi. Nou, daar ben ik mooi klaar mee. En blijf van mijn kroep ook af. Hallo en welkom bij Weekend Monsters. Ja, Cyril is dus op vakantie, dus ja, ik zal het dit keer alleen moeten doen. Maar ja, dat is niet erg. Ik heb nu wel alle ruimte voor mezelf om alles in te vullen zoals ik dat wil, toch? Goed, laten we beginnen met een spotje van honing. Oh, jij staat nog in de file. Wat vervelend. Het zit helemaal vast. Ja, in de file. Ja, als je allebei werkt, moet je goede afspraken maken. Wie als eerste thuis is, die kookt bijvoorbeeld. Gek genoeg ben ik dat meestal. Vandaag eten ze onze nieuwe honigvezelrijkpasta. Rijk aan vezels met de lekkere smaak van gewone pasta. En? Lekker. Met honigvezelrijk krijg je ze zeker aan tafel. Je moet ze natuurlijk wel even roepen. Aan tafel! Met honig. Dit keer gaat het over vezelrijke pasta. We zien twee ouders met kinderen en de vrouw zit blijkbaar in de file. Omdat ze rondjes rijdt over de rotonde. Oké. De clue is dus eigenlijk dat ze extra ter best doet om te laten komen, zodat haar man moet gaan koken. Gek genoeg ben ik dat meestal. Vandaag eten ze onze nieuwe. Ja, dan moet je gewoon een paar keer wat smeris klaarmaken, jongen. Dan is het zo opgelost. En daarbij, hij kookt pasta en warmt de saus op. Als ze zoveel moeite doen voor een beetje pasta te maken, hoe gaat dat dan in godsnaam als ze moeten afwassen? Blijft dan eentje 2 uur op het toilet zitten of zo? Als ze dan wordt geroepen dat het eten klaar is, dan gaat ze vanaf de rotonde gelijk de woonweg in. Dus dat zou eigenlijk betekenen dat waarschijnlijk die man die zelf de rotonde neemt. Een beetje een raar verhaal. Het is vast heel grappig bedoeld, maar het is allemaal zo doorzichtig en flauw. Ik ben net zo flauw als die pasta zelf die dat jongetje daar weg staat te werken. Als je kinderen al flauwe pasta gaan eten omdat ze honger hebben, dan zou je misschien eens wat minder rondjes moeten rijden over de rotonde en zorgen dat ze op tijd te eten krijgen. Mislukte ouders. En dan hebben we nog een spotje van de Rijksoverheid. Oh, jongens. Tijdens het autorijden zijn we vaak met heel andere dingen bezig dan met autorijden. Waardoor we ongemerkt net iets harder rijden dan toegestaan. Terwijl je nooit weet wat je tegenkomt in de bebouwde kom. Rij bewust. Hou je aan de snelheidslimiet van 30 en 50 in de bebouwde kom. Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. We zien een man op de achterbank zitten. Met papieren en alles. En het gaat er een beetje om dat, dat je moet opletten aan de auto en dat veel mensen met andere dingen bezig zijn. Maar ik kan hier gewoon echt helemaal niet bij. Wat is dit nu? Is dit grappig bedoeld of is dit serieus bedoeld? Laat ze maar dan hopen of niet. Konden ze niet gewoon een ander voorbeeld nemen van, weet ik veel, dat die man aan het telefoneren is? Of dat hij aan het sms'en is, weet ik het. Dat hij andere dingen aan het doen is, maar toch niet op de achterbank zitten met papieren. Kom op zeg. Het is een beetje het meest loze wat je kunt doen. Laat die man dan met zijn radio spelen, weet ik het. En dan op het einde, dan wordt het helemaal mooi. Rij bewust. Hou je aan de snelheidslimiet van 30 en 50 in de bebouwde kom. Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. Dus, jongens en meisjes, als je een keertje onder de auto komt, of je krijgt een ongeluk op je fiets,
Nou, dan is het je eigen schuld, want veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. Ik heb nog iets anders. Om even de spotjes een keertje te laten liggen. Let op. Oh, goed. Ik zal hem even in mijn hand houden. Dit is een flesje met toiletreiniger. En Van Klaver had hem dadelijk wel even dichterbij. Hier staat een heel mooi plaatje op. Natuurlijk, zoals eigenlijk op elke toiletreiniger staat. Goed, oh, even kijken. Ik zal hem even hier neerzetten, zo. Zoom jij hem even in hier? Ja? Oké. Goed, wat we hier dus zien is een toiletverfrisser. En ja, er staat verder geen merk op, dus ik kan niet zien voor welk merk het is. Dat zegt misschien eigenlijk ook al genoeg. Waar zal ik beginnen? Wacht. Er staat dus een mooi plaatje op met een dame in een hangmat. Mooie palmbomen erbij en op de achtergrond een mooie blauwe zee. Maar wat is dat daar in die zee? Wat is dat nou? Het lijkt wel een of andere pinguïn of zo. Is die soms verdwaald? En er staat achter die pinguïn staat ook nog iets blauws. Ik weet niet precies wat het is, maar ja, het lijkt wel of er een of andere kerel staat in een zwembroek. Maar die kerel is dan weggehaald en zijn zwembroek is blijven staan. Hebben ze misschien niet weggefotoshopt of zo? Hoe is dat gegaan met solliciteren? Oh, nee, sorry. We hebben niemand nodig in een... We hebben geen gespierde mannen nodig. Nou, we hebben namelijk al een pinguïn, zie je? Al moet ik zeggen, dat is wel een mooie zwembroek. Stel dat het echt een ongelukje was. Wat had het dan eigenlijk wel moeten zijn? Een kerel in een zwembroek die een pinguïn vasthoudt? Wat draagt dat bij aan heel het idee van een toiletverfrisser? Ja, hallo? Ja, even over onze verpakking, hè? Ik wil graag die dame in een hangmat. Ja. En op de achtergrond een mooie blauwe zee met palmbomen en zo. Ja, precies. En dan wil ik in de zee een halfnaakte man die een pinguïn vasthoudt. Ja, echt waar. Ja, dat lijkt me wel... Hallo? Dus, volgens mij is hier of niet over nagedacht, of het is gewoon een designbureautje die de verpakking heeft verkloot. Of misschien is het gewoon wel allebei. Dus, tot zover de toiletreiniger. Jezus. Oh, shit. Ja, whatever. Ik heb nog iets. Hoe? Zuivelbalans. Dit is, de Jumbo is er weer hoor. Ja, sorry dat ik telkens de Jumbo erbij pak, maar ja, dat valt me toevallig even op. We hebben hier bosvruchtenyoghurt en dat is speciale yoghurt met 0% vet. Perfect, hartstikke gezond. En helemaal onderin, Van Klaver haalde hem ook wel weer even dichterbij. Daar staat namelijk, geen suikers toegevoegd. Dus er zit 0% vet in en er zitten geen suikers in. En hiernaast, zo, hier zien we zo'n mooi rijtje met ingrediënten en voedingswaarden. Kun je lekker zien wat erin zit. En als je dan even goed kijkt, ik spiek ook even mee hoor, want even de directe tekst. Even kijken. Oh ja, er zitten wel koolhydraten in. Namelijk 3,4 gram koolhydraten. Waarvan suikers? 3 gram! Er zitten 3 gram suikers in. En er staat bij geen suikers toegevoegd. Hoe krom kun je nou in godsnaam zijn? Haal dan dit weg of haal die regel van geen toegevoegde suikers gewoon weg. Dit is gewoon bedrog. Jezus. Nou, dan kun je nog beter die toiletverpakking hebben met anderhalve A4'tje aan gebruiksaanwijzing. Want dit is gewoon bullshit. Goed. Tot zover Weekend Monsters episode 5. Deze eenzame Weekend Monsters. Blijf vooral kijken, want we zijn dan natuurlijk de volgende keer weer met nog meer dingen die ons opvielen in de designwereld of in de commercial wereld. Bedankt voor het kijken, want je keek naar Weekend Monsters en tot ziens!